Een vraag die mij weer eigenlijk heeft wakker geschud, zeg maar, is eigenlijk van nou, waarom doen we überhaupt iets? Weet je wat interessant is, als je een vraag hebt, om die eens goed op te schrijven en te onderzoeken wat er nou eigenlijk staat en wat de premissen al zijn die er al in zitten. Dus bijvoorbeeld, waarom doen we niks? Dat gaat ervan uit dat we iets doen. Is dat zo? Dat is een interessante vraag. Of gebeuren dingen gewoon? Dus heel vaak zijn vragen heel interessant, vooral om er naar te kijken. En de meeste vragen kloppen gewoon niet. En daarom lijkt er geen antwoord mogelijk. Want op slechte vragen is geen goed antwoord mogelijk. Sowieso, als we een vraag beginnen met waarom, hebben we de premisse dat er een oorzaak of een reden of een bedoeling zou moeten zijn. Wat nou als die er niet is? Of als we zeggen, waarom is er niet niks in plaats van iets? Gaan we er dus al blindelings van uit dat er iets zou zijn? How do you know? Het enige wat ik weet, is dat er indrukken zijn dat er iets is. Maar dat is nog geen bewijs. Ja, ik heb toch het gevoel dat ik erin ben beland, zeg maar. Ja, en wat is ik? Ja, ja. Dus prima vragen, maar je kunt altijd blijven hangen op het niveau van de vraag en daar dan een antwoord op zoeken of kijken wat er onder de vraag zit. Wat ondersteunt die vraag allemaal? Waar ga ik al vanuit zonder dat ik er erg in heb? Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld van, je zou ook kunnen zeggen, waarom gebeuren er dingen in plaats van dat er geen dingen gebeuren? Dan hebben we dus tijd al erin gesmokkeld, alsof dat zou bestaan. Daar heb ik ook veel over nagedacht. Op de conclusie van... Fuck off! Het verplaatsen van verschillende objecten ten opzichte van elkaar. Dus ja, waarmee je dus al de premissen van ruimte introduceert. Ja. Bestaat dat wel? Dat probeer ik me dan ook voor te stellen, dat er dan gewoon eigenlijk niks is. En niemand die het merkt dat er niks is. Het lijkt alsof er een soort keuze heeft plaatsgevonden in een soort godswolk, zeg maar. Van dat we hier toch voor gekozen hebben. Als het ware. Oh my god, really? Nou ja, geen idee, maar dat komt wel helemaal op. Ja, uiteraard. Ja. Dus anders was het er niks waarschijnlijk. Ja, of misschien wel. Dit, nogmaals, ik zei het van het weekend in een andere kader al, dit zegt alleen maar iets over hoe wij denken, niet over hoe het is. Dus waar je bewust van wordt, is hoe het denkmechanisme functioneert. Als we dat voor de werkelijkheid gaan zien, hebben we een probleem. Dus we moeten eerst ruimte en tijd bedenken, dan bedenken dat er verplaatsing is, dan gaan zeggen van oké, we kunnen hier en daar op letten. Maar dat is allemaal hoe het denkraam werkt. Het zegt niks over de realiteit. Dat is de grap ervan. En dat er dan heel veel te ontdekken is. Ja, sure. Maar er zitten allerlei aannames al onder. Ja. Die moeten we eerst neerzetten. Van oké, we doen even alsof tijd en ruimte echt zijn. En dan gaan we eens dingen waarnemen. Oké, fair enough. Dan kun je een hele hoop ontdekken. Maar niet de waarheid. Ja. Ja, we hebben wat te doen, hè? Ja. Dankjewel. Interessanter kan zijn het onderzoek te doen naar wat ben ik? Of wat weet ik uit directe ervaring zeker? En dat als premisse te nemen. Er blijven ook nog steeds vraagtekens natuurlijk. Nee, er is één ding wat je zeker weet. Er zijn. Ja. Het idee te hebben, er te zijn. Dat is het enige. Dat is het enige waar je niet omheen kan. Wat je ook roept, zelfs ik besta niet, kun je alleen zeggen als je bestaat. Mm-hmm. Dan weet je nog niet wat je bent, maar wel dat je bent.
En je daarop richten. En dan niet om het sommetje op te lossen, want er valt niks op te lossen namelijk, maar om daarmee één te zijn. Het leuke dan is dat je dus niet alle antwoorden krijgt, maar dat alle vragen wegvallen. Ja, nou ja, dat gevoel er te zijn, dat is ja, ook vrij illusoir voor mijn gevoel. Het is het enige waarvan uit je iets kunt zeggen. Dus zelfs het is illusoir, kan alleen maar als die I am aanstaat. Dat vind ik nou net het leuke van Advaita, je komt er niet omheen. En al het andere is dubieus, behalve dit. Ja, maar zelf ook dan het proberen niet te zijn, zeg maar. Wat ik dan wel eens doe. Ja, dat is ook vrij lastig, niet te doen eigenlijk. Yeah, right. Maar ja, het blijven wel vaak voorstellingen, zeg maar. Ja, tenzij je verzinkt in de ervaring van er te zijn, want dan verdwijnen de voorstellingen. En als je daar bent, dus als je bent als, zoals we dat maar even uitdrukken, puur gewaar zijn, dan moet je eens naar zo'n vraag kijken. Komen er hele andere dingen. Dus zolang wij nog in de actieve mindmodus zitten, worden we gestuurd door hoe het denken functioneert. Maar als we daar onderzakken of achter, komen er hele andere dingen op. Misschien niet eens in woorden, maar desondanks een inzicht. Want inzicht is geen woordendingetje, behalve als het over een technisch ding gaat. Dus realisatie, met andere woorden, heeft niks met woorden te maken. Oké. Dankjewel. You're welcome. Ik wou aanhaken op wat gisteren het ingebracht. Dat een man bracht in dat hij in een situatie kwam en dat er spontaan iets uitflapte, een tekst uitflapte. Ja, dat heb ik altijd. Alleen, ik vraag me af, wie is dat wie er... Waarom een wie? Is dat gewoon een gedeelte van mijn ego, gewoon al die patroontjes die je aanleert, die daarop reageert, of is dat toch wel een... Het is altijd de totality. En in het ene geval projecteren we er een afzonderlijke controleur of bestuurder in, en in het andere geval niet. Maar wat we ook roepen, het is altijd gebaseerd op onze conditioneringen, ervaringen, gevoelens en het reservoir aan algemene ontwikkeling of het gebrek daaraan. Alleen in het ene geval wordt het gecontroleerd en gefilterd en in het andere geval niet. En in het ene geval zijn we daar bewust bij, omdat we aanwezig zijn, in het andere geval niet. Dus ik kan concluderen dat ik er heel vaak niet was? Ja, nou inderdaad, daar geen aandacht bij had of ja, daar niet bij aanwezig was. Het is handiger of prettiger als dat wel zo is. Niet dat het niet mag of zo. Maar. Nee, exact. Ik denk dat we heel veel mensen zo'n veld wel kennen. Of... Nou, de meeste mensen hebben de neiging om wat spontaan opkomt tegen te houden, erover na te gaan denken, dus het door de brain machine te halen en dan iets gepasts te roepen of een platitude of iets wat niet erg is. Je hebt ook lui die wat rechtstreeks zou zijn. Ja, ik ben daar wel fan van. Dus er is toch wel iets van een veld voor mijn beleving dan? Waar ik op meedijn, zeg maar. Ja. Yes. Voor mij is het best wel een heftig onderwerp, dit, waar ik echt wel onderzoek. We kunnen gewoon veilig stellen dat ieder organisme meevibreert op de overheersende energie die aanwezig is. Ja. Daarom voelt een slagerij anders aan dan dit. Ja. Sommigen worden heel blij in een slagerij. Ik kom daar nooit. Ik vind het niet leuk dat ze mijn vrienden afslachten. Nee, snap ik. Ja. En vandaar dat ik soms ook op een relatiever niveau de opmerking maak van kijk uit waar je je mee inlaat en met wie je je omgeeft.
Het is niet zo handig om je met lui te omgeven die nog dommer zijn dan jezelf bent. Tenzij je als flink en slim wil lijken, dan moet je dommere vrienden hebben. En het is dus ook mogelijk om, los van wat er verder aan deining is die mensen bijvoorbeeld genereren, zo afgestemd te zijn op de diepte of op dat het allemaal niet meer zo'n impact heeft. Het maakt me niet zo heel veel uit meer wat mensen doen of vinden. En dat is niet omdat ik onverschillig ben, maar omdat een heel deel van mijn aandacht op een heel andere kanaal is afgestemd. Als ik even net doe alsof ik los sta. Nou, ik denk dat dat mijn grote behoefte is, yes. Gaat worden. Dat. Natuurlijk. Want wat wij zoeken, geluk of tevredenheid of vrijheid of whatever, dat is wat mij betreft direct en gratis toegankelijk. Dat hoeft geen doel te zijn daarginds als ik whatever. Dat is het uitgangspunt. En dan van daaruit kan gekeken worden wat dan gebeuren wil of waarop gereageerd moet worden of whatever. Maar niet om tevreden te worden of iets dergelijks. Nee, gewoon als dansje. Als ja. Entertainment. Ja. Thanks. Ja. Dank je. Ben ik toch kleiner dan ik dacht. Ja. Ja. Niks aan te doen. Nee. ik zei gisteren al dat ik hier steeds stiller werd. En dat ging gisteravond eigenlijk gewoon door. En was eigenlijk denken en voelen was eigenlijk ver weg. En ja, wat ik hoorde iemand zeggen over gedragen, dat zei je ook, over gedragen worden, dat gevoel ontstond ook. Ik vond eigenlijk ook nergens meer iets van. En af en toe kwam er wat dan uit, maar dat was een beetje dan in een droge opmerking of zo, zonder dat er verder iets achter zat. En dan pakte ik iets beet of zo, een kopje, en dan zag ik dat kopje zo opgepakt worden en dan in slow motion ging dat zo. Een stukje verder en dan werd dat zo neergezet en dan stond ik een beetje zo oké, en dan ging het weer daarin en dan ging... En toen ging ik slapen en toen werd ik de volgende ochtend wakker en toen kwamen er wat verwarde gedachten en in eerste instantie een soort van licht paniekgevoel van oh jee. En toen ging ik eigenlijk gewoon naar kijken en... Toen merkte ik ook wel, toen werd het alweer wat stiller. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk net of je gisteren de stop eruit had getrokken of zo. Ik ben me van geen kwaad bewust. Nee. En toen dacht ik van, ja weet je, als je er gewoon naar kijkt, dan is die spanning er een beetje af van, yes. het moet stil worden. Het moet... Voilà. Dus als we de aandacht weten te brengen bij het observeren, of bij dat wat observeert, maakt het helemaal niet uit wat er gebeurt. Dan wordt het heel moeilijk voor spanningen om intact te blijven. Want er is geen enkele neiging om het te willen veranderen of er tegen in te gaan of het willen in te ruilen of te onderdrukken, wat allemaal toevoer van energie is. Dat wat observeert voert helemaal geen energie toe. It doesn't give a shit, basically. Nee, dat was inderdaad zo, ja. Het interest, ja. Dat wat observeert is namelijk al compleet, het komt niks tekort. Dus het heeft geen enkel bezwaar tegen een klein krampje of een aanval van vreugde. Het weet, zonder dat het iets weet, dat toch maar een tijdelijke indruk is. It's not real. Ja. Ja, het was inderdaad zo'n gevoel gisteren van het inderdaad dat het gewoon goed is zo. Het was gewoon, yes. Het was al vol, zeg maar. Voilà, yes. Dus, nee, maar ik had eigenlijk maar één vraag van, kan je me nog een klein setje geven of zo? Nee, ja. Dat heb je helemaal niet nodig. Ja. Just be. Ja. Het is zo'n simpele formule, maar het is de beste die er is. Ja, maar het lijkt heel moeilijk totdat het plotseling gewoon yes. ontstaat. Dat is met alles zo. Gitaarspelen lijkt aanvankelijk ook moeilijk, valt best mee.
Hoewel ik zou het nu waarschijnlijk weer opnieuw moeten leren. Nou, en dan vraag je je ook af, waar was ik nou eigenlijk steeds bang voor? Ja, dat is een van de frustraties op het moment dat helderheid toeslaat. Ja. Dat je denkt van, Jezus, Mina, wat ben ik in godsnaam mee bezig geweest al die tijd? Het ja, het is gewoon helemaal oké. Okay. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn dan? Nou ja, oké. Okay. Dat was het eigenlijk. Ik ga staan, want ik kom elke keer niet tussen. Ja, heel goed. Ik weet ook niet zeker of ik een vraag heb. Maakt me niks uit. Ik vond het mooi wat je zei over dat veld. Omdat ik denk dat ik daarom hier ben. Maar leuk, hè? Ik zei helemaal niet veld. Maar nou ja, goed. Dat geeft niet. Ik weet maar hoe je dat uitlegt. Dat is goed. Jij hebt makkelijker de woorden voor de dingen als ik. Dus het is ook lastig om te vertellen. Ik wacht even tot die geraaktheid weg is. Maar ik merk, het roept wel veel spanningen op om er... Of soms als het geraakt wordt, of om er zo bij, met een microfoon over te praten. Nou, dat is ook lastig. Ja. Daarom is er een extra hulpmiddel. Ja, ja. Ja. Ik vind dat overigens heel leuk voor jullie allemaal, voor jou nu op dit moment, dat jullie dat doen. En ik weet hoe lastig dit is. Ja. Voor mij maakt het al heel lang niks meer uit. Maar de eerste keren dat je zoiets moet doen en erbij moet gaan staan, wat heel onnatuurlijk is. Ja. Maar jullie doen dat wel, top. Ja, en ik vind het heel fijn om alles te zien wat er gebeurt, zeg maar. En ook als mensen hier gaan staan, hoe dat, jij legde dat gisteren ook uit, die aandacht gaat erop. En ik voel dat zelf ook, hè, dat beweegt. En dat komt, denk ik, door wat je net uitlegde, jij noemt het muziek. Omdat ergens is de gerichtheid daarop. Yes. Dus alles heeft de neiging om daarin op te gaan. Maar als de gerichtheid niet daarop is, dan is het veel moeilijker voor mij om daarin op te gaan. En dan heb ik het nodig om heel erg alleen te zijn of me van dingen af te schermen om daarin op te gaan. Snap je? Mm-hmm. Ja. Hoe meer je dat je dus eigen maakt, hoe makkelijker het ook wordt als er anderen bij zijn. Ja, maar het is dus prima om de gelegenheid te nemen, daaraan te wennen en daarmee vol te lopen als het ware. Ja. En dit soort dingen helpen dus ook. Om hier te staan. Ik voelde al vaker van dat je die neiging had, maar het kwam er nog even niet van. Nee, dat is oké. Okay. Iemand anders is ook goed, weet je. Zo gaat dat dan. Ja. Maar op een gegeven moment kun je inderdaad van, ja, stop, nou ik. Ja. Weet je wat? Nee, maar dat is belangrijk. Ja. Het zou fijn zijn om andere momenten ook daarin te zakken. Ja. Let it grow. Ik vind het heel lastig om te praten, zeg maar, omdat alles zo ontzettend mank loopt als je er wat over zegt. Ja, maar dan kun je... Dus elke keer wil ik iets zeggen en dan ontkracht ik het weer, omdat het mank loopt, zeg maar. Ja, maar als je dat echt weet, dan kun je ook gewoon vrijuit praten. Dus als we al aannemen dat alles wat we zeggen het net niet is, kun je toch ook gewoon vrijuit praten? Ja, dat is waar, ja. Want anders blijven we de hele tijd van, ja, maar eigenlijk... En dan komt er helemaal niks uit. Dan is het pas onzin. Ja, dat is ook jammer. Dus ik weet donders goed dat wat ik ook zeg over de meeste dingen, zeker als het heel diep wordt, zou ik maar zeggen, ik kan het niet kloppend zeggen. Nou, dat weet ik. Dus zeg ik wat ik kan zeggen. En de goede verstaander, die verstaat me wel. De slechte verstaander, die verstaat me sowieso niet. Weet je wel, dus who cares? Want mensen projecteren er toch wel van alles op. Ja, daarom. Dingen. En de goede verstaander, die luistert naar meer dan alleen de woorden. Die voelt de energie. Want die woorden die zijn alleen maar de bootjes op de oceaan. Weet je wel? Nou, sommigen zitten heel erg op die bootjes te letten. Dat kan. Anderen die voelen gewoon van, oh ja, maar ze varen die kant op door die onderstroom. En die bootjes verwijzen eigenlijk naar die onderstroom. Kan ik die oppikken? Dan worden de woorden vrij onbelangrijk. Ik had zelfs een keer iemand die kwam uit het buitenland. Die zat in de satsang. En die kon ook geen Engels. En die... Voor zover het dan nog Engels kon, zei hij dat hij alles had begrepen. Hij had geen woord verstaan, want hij kan geen Nederlands. Weet je wel, maar hij zat gewoon te luisteren naar hoe de energie bewoog van als iemand iets zei of als ik iets zei. En hij voelde zich helemaal clean, zei hij. I'm clean now. Nou, super.
Het is heel ontspannend om, zeg maar, om het alleen al om er gewoon bij te zitten en te kijken. En niet te veel op te letten. Geweldig. Gewoon meer te voelen, gewoon hoe dat deint. En als je wel de taal verstaat en er zit iets bij wat echt voor jou is, dan hoor je het echt wel. Dus we hoeven niet zo van, ik moet het allemaal snappen of zo. Nee. Ik moet het snappen. Dat snappen ben ik wel voorbij. Goed. Ja, en gisteren waren er ook eigenlijk helemaal geen vragen of zo. Dus het... Cool. Ja, tof. Dankjewel. Thank you. Ja. Ik heb wel een vraag over zijn. Want wat er gebeurt is als ik bijvoorbeeld in een omgeving ben met iemand met kanker, dan ben ik de volgende dag gewoon helemaal moe. Dus ik pak gewoon nog steeds heel veel op. Ja, mogelijk. Ja. Dus het is interessant om te onderzoeken, want waarschijnlijk zit dat in het te veel te betrokken zijn op de ander, te kijken wat daar gebeurt. Als ik iemand zielig vind bijvoorbeeld, dan lek ik meteen leeg. Nou kan ik dat niet, dus ik heb dat nooit. Maar ik bedoel, als menselijk wezen, als die iemand zielig vindt, dan is meteen een energielek. Ja, ik vind het inderdaad lastig om daar neutraal in te staan, neutraal in te zijn, klopt. Ja. Dus misbruik de patiënt om te leren zodanig aanwezig te zijn dat er niks lekt en je toch aanwezig bent. Wat trouwens voor de patiënt in kwestie, als die iets waard is, prettiger is. Maar ik weet niet zo goed hoe. Ja, gewoon observeren terwijl het bezig is. Kijken waar je energie, waar je dus uit je zwaartepunt raakt en te veel daar bent. Net zo goed als het omgekeerde ook, hè? Mensen die er bang van zijn, daar heb je ook, hè? Mensen die bang van iemand die ziek zijn, is die kanker heeft, alsof het besmettelijk is, dan gaan ze juist helemaal dit doen. Ja. Dan wordt het dus afstandelijkheid. Nou, je moet gewoon in je midden zijn. Werkelijk dan met iemand zijn, niet meegesleept en niet afstandelijk. Gewoon. En daar blijven. En natuurlijk is dat dynamisch. Soms beweeg je iets zo, soms iets zo. Afhankelijk van wat er gebeurt. Maar het moet nooit meer dan een paar procent uit dat middelpunt zijn eigenlijk. En dat kunnen we alleen maar leren door het mee te maken, door het te ondervinden, door het te beleven, door te experimenteren. Wat ik al zei, van een paar keer in het verleden bij mensen geweest in een heengaan, zal ik maar zeggen. En die vonden het heel prettig omdat ik gewoon was. Ja, dat snap ik heel goed. En dus ook grapjes maakte. En, of af en toe van, godverdomme, een klote man, als iemand een pijnaanval krijgt, dan kan ik hem zelfs beet houden. En bewust een beetje daarvan nemen, dan blijft het niet hangen. Dus als een soort geleider. Dat kan. En voor de rest gewoon, ja, ik praat met iemand. Nou ben je er nog. Laten we even normaal doen. Mm-hmm. Ja. Wat ik soms wel toepas, is dat ik een methodiek bij mezelf toepas, is om meer fysiek aanwezig te zijn. Dat ik heel goed let op, weet je, dat ik mijn voeten voel, maar in mijn beleving is het dat niet of zo. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik doe dat nooit. Ik ben gewoon aanwezig. Ja. Gewoon niks proberen, er gewoon zijn. Ja, er gewoon zijn. Ja. Ja, gewoon kijken en voelen en luisteren, that's it. En dat gaat vanzelf, want het staat al aan. Eigenlijk is het een kwestie van helemaal niks proberen. Nee. Ja, nou ja, er zijn gewoon meer dingen die er dan ook gezegd worden in gesprekken waar ik moeite mee heb, in feite, waar ik niet neutraal in sta. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
En verder ook tegen iemand die ziek is of stervend kun je gewoon zeggen, ik sta hier niet neutraal in. Dit raakt mij wat je nu zegt. Want we hoeven er niet met kousen voetjes omheen te lopen. Ik zou het heel prettig vinden. Nou, ik weet niet eens of ik het prettig zou vinden als ik ernstig ziek was, dat er dan de hele tijd mensen langskwamen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als ze dan langskwamen, dat ze gewoon zichzelf waren. Ja. En zich niet op wat voor manier dan ook gaan lopen aanstellen. Want dan heb ik zoiets van flikker dan maar gelijk op. Ja, dat snap ik ook, ja. Gewoon, wees dan met me. Ja. Zoals je dat altijd deed. Ja, en blijf en anders ga wieberen, joh. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ja, ik trek me dat op de een manier aan of zo. Terwijl ja. Het ook. Het is hun gedoe in feite. Ja, nou, dan kun je toch ook zeggen: joh, dit is jouw gedoe. Hier heb ik helemaal geen zin in, hier kom ik niet voor. Mm-hmm. Maar dat is wat ik bedoel met je hoofd, niet met iemand die er zo aan toe is om te gaan alsof die dan alles mag of zo. Of dat je er niks tegen kan zeggen alsof het niet een mens is. Dan schaar uit met je geklaar over je familie, man. Doe dat. Ik zeg dan maar tegen oma Harry als je daar moeite tegen mee hebt, niet tegen mij. En niet zo onvriendelijke toon, maar ja, precies. Dan dat is een beetje om het wat op te jutten. Sowieso, dan ligt iemand op zijn sterfbed en dan zit hij nog over zijn familie te zeiken. En dan echt helemaal niks geleerd. Gek. Daar zit een groep in, ja. Dankjewel. You're welcome. Het is maar goed dat ik zijn vriend niet ben. Het is maar goed dat ik zijn vriend of haar vriend niet ben. Het is het systeem wat, waar spanning in gevoeld wordt. Ja, en er is die andere kant. Elke keer lijkt het alsof ik dan even die golf voor en vergeet dat ik de zee ben. Maar dat kan niet, want daar ben ik. En het is eigenlijk gewoon ontspannen in dat. Zo voelt het als ik hier sta. Ja. En dan komt het vanzelf. Ja. Eigenlijk heel makkelijk, maar. En. Wat gisteren ook heel sterk was, is van waaruit kijk je? Mijn tante zei tegen mij, kijk de wolken is. En ik keek en het was alsof die wolken over me heen kwamen. En het me overspoelde. En het was even schudden en op het volgende moment bleef het daar. Er kwam heel sterk bij me omhoog van, weet je, als je op die, er is geen lijn, maar als je staat en je valt iets te veel naar voren, dan word je die wolken en dan overspoelt het. Maar het is de subtiele van, kan ik iets naar achteren waardoor ik het kan zien en het overspoelt me niet meer en ik kan hier gewoon staan. Dat zogenaamde midden vinden. Ja, ja. En daar lijkt het naar op zoek, naar dat midden. Ja. En elke keer als ik naar voren, dan denk ik, waar is dat toch? Dat ik niet die beweging durf te maken. Als ik bang ben dat ik gezien word, dan denk ik dat ik die golf ben. En dat klopt niet. Dat klopt niet. Dan is dit alles of zo, ja. Dus van waaruit ben ik? Yes. Ja. Ja. En dat voelt ook stevig, maar niet stevig in woorden, want het zit. Woorden is moeilijk. Nee hoor. Nee, voor jou is het moeilijk. Ja. Er zit ook iets in van, ik kan het niet uitleggen en het wordt niet begrepen, maar dan waan ik me weer eigenlijk in de golf. In de golf. Ja, yes, exact. Want
waar heb ik daar raar ideeën vandaan dat mensen mij moeten snappen? Of dat ze mij moeten begrijpen? Als ik weet, maakt er niks uit. Plus, als je meer in het midden bent, maak je je waarschijnlijk ook minder druk over hoe het gezegd wordt, waardoor het waarschijnlijk duidelijker gezegd wordt. En inderdaad, vervolgens of een ander het snapt of niet. Ja, sommige mensen snappen mij ook niet. En dit lijken veel mensen, maar op de 17 miljoen valt het reuze mee. Ja, maar het, als het dan vanzelf gebeurt, dan schrik ik eigenlijk, omdat het zo helder is voor mij, dat anderen echt vragen van, maar wat bedoel ik? Dan denk ik echt van, dit is een schok eigenlijk, omdat het zo helder vanuit hier komt en daar, dus daar is ook een soort van verwarring. Ja, mooi. Ja. En toch blijft bij hoe het helder is voor jou. Ja. Zeg dat gewoon. En we leren ook, daar hebben we het ook wel eens over gehad, het moment of tegen wie we wat zeggen. Want ik kan hier dingen roepen die jullie helder vinden. Maar als ik op de markt in Genep ga staan, waarschijnlijk snapt niemand een hol van wat ik zeg. Op misschien één of twee per ongelukken voorbijgangers na. Ja, dus doe ik dat ook niet op de markt. Maar het gaat eigenlijk zelfs om hele simpele dingen. Ik heb dat thuis ook, dat zei ik van het weekend al, Kasia is toch echt niet stom. Maar als we afgesproken hebben dat iets geel is, dan blijkt het blauw. Op sommige momenten, of als we een deken gaan uitschudden, dan doet ze dat altijd net andersom als ik hem, hè, dat beet pakken. Dan doe ik het de volgende keer andersom en dan werkt het nog niet. Dus ja, in het begin vond ik dat erg. Ik denk van ja, het is gewoon een diersoort die ik niet snap. Ja. Dat is oké. Okay. Maar soms scheld ik erop. Wat ook weinig indruk maakt. Dank je. Ik heb een hele simpele vraag misschien, ik weet niet, maar ik oefen 's morgens met wakker worden en meteen te denken van ik ben. Zo. Maar nou zit ik nu te denken, kan je dat ik niet beter weglaten? Mag ook, of alleen ik. Vandaar dat het ene boekje vertaald is met ik ben / zijn. Zijn, ja. Dus ik ben is eigenlijk hetzelfde als zijn. En dan is het maar één woord. Ja, omdat je over die grondlaag denkt, dat is eigenlijk wat je voelt als je wakker wordt. Yes. En dan, ja. Of nu, ja. Nou, dus, daar kan het dan mee verder. En wat ik net ook zat te denken, ik was laatst op zee een beetje aan het dobberen. Al die golfjes, al die leuk dat schuim. En toen realiseerde ik me van ja, het is ook reuring. Dat maakt het leven leuk. Oh ja, als je van reuring houdt. Toen dacht ik van ja, dat is misschien de reden waarom je af en toe een golfje voelt. Gewoon voor, ja. Ja, kan. Dat er wat, okay. Heel veel mensen vinden dat ook de prefereerde toestand om als golfje te leven. Ja, precies. En beschermen dat naastig enzovoort. Ja, ik vind niks aan. Dus die golfjes mogen er zijn. Ik heb daar niks tegen. Maar, nee, maar je weet gewoon, je bent eigenlijk dat ja, die totaliteit. Rust. En dan af en toe. Ja, ja. Dat is oké. Maar dat maakt dus inderdaad niet zoveel meer uit als je je eigen diepte als het ware ontdekt hebt. Als je daar leeft, dan de meeste mensen worden er toch knettergek van op den duur. Ja, als je dat als daaraan vast blijft houden. Yes. Ja. En dan gaan ze vragen hoe ze burn-out raken of depressief of whatever. Ik moet ook wel eens denken aan de uitspraak van Godfried Bomans. Dat hij zei van, was ik maar twee hondjes, konden we samen spelen. Ja. Weet je, dat je vanuit die grond. Ik heb een paar keer gehad dat ik naar een satsang van jou had gekeken of bij mijn bijeenkomst was geweest en dat ik dan s'avonds in mijn bed lag en dan gedurende de nacht op een gegeven moment de ervaring had van dat het ik-besef in één keer eventjes een soort van weg leek te zakken. Met een soort van lichte schrikreactie denk ik ook erbij.
verstandelijk is dat besef gewoon de hele tijd daar van ja, oké, het idee dat ik iemand ben is een illusie. Maar wat maakt nou het verschil tussen het besef en dat het op een gegeven moment gerealiseerd kan worden? Dat het dan ontwijfelbaar en onherstelbaar is. En hoe kan ik als het ware, ik wil zo graag die val, ik voel zo dat verlangen om die val te mogen maken. Goed. Ja. Blijf daarbij en doe alles ervoor om dat verlangen te voeden, tot het zichzelf opbrandt. Ja. We kunnen alleen maar beschikbaar zijn. In het begin moeten we dingen uit de weg ruimen om die beschikbaarheid, net als je een kamer leeghaalt als het ware, zodat er iets anders kan gebeuren. Als dat eenmaal zo is, dan is het gewoon er zijn en dan komt het als het komen wil. Roel. Ik verlies steeds meer interesse, hè, de hele tijd. Aan de andere kant ben ik een octopus die van die stengeltjes overal opgooit, op meningen. Dan wil ik iets vasthouden. Nou, ik heb binnenkort vakantie. En dan ben ik alleen blij dat ik op vakantie ga. Maar dan komt Kobi die zegt, wat wil je? Wil je daar een hotel? Wil je dit? Wil je dat? En dan heb ik geen interesse. En dan vind ik lullig. En dan pak ik weer mijn oude houvast, gooi ik mijn ankertje op dat... op dat meidje van mij, op dat kindje van me, dat paniekerige, dan moet ik iets zijn, dan pak ik die mij. Terwijl ik het gevoel heb, ik ben gewoon een of andere het die op vakantie gaat. Dus. Ja, wat is de vraag nou eigenlijk? Hoe grijp je niet steeds terug op jou vast? Nee, dat gaat niet. Huh? Je houdt er te veel van. Ja. Dus dat gaat niet gebeuren voorlopig. Sorry. Je bent er zo van overtuigd dat je dat nodig hebt, of sterker nog, dat je dat bent, dat je het, mijn inschatting is, niet de komende 3 weken gaat opgeven. Nee. Zelfs niet op vakantie. Wat trouwens een raar concept is, want zoiets bestaat helemaal niet. Dat is het wel bij mij. Ik hou er echt van die mij, van dat houvast. Ja, nou, maar prima. Dat is toch niet gezond? Waarom? Alleen als je zegt dat je vrijheid wil. Blijkbaar wil je dat niet. Je wil houvast en een beetje dat gedoe de hele tijd. Zoals Alexander Smit het ooit eens heel boeddhistisch vriendelijk uitdrukte. Van als je het nu nog niet begrepen hebt, is het je eigen stomme schuld. Of anders gezegd, dan vind je het blijkbaar leuk om zo te zijn. Prima. Nou, bedankt. Want, ik bedoel, mij maakt het niet uit, weet je wel. Ik mag je gewoon, zoals je bent, met al dat gedoe. Ik zou zo niet willen zijn, geef ik toe. Maar als jij dat prettig vindt zo, grosso modo, wat blijkbaar zo is, want anders was het anders. Nee, dat is het niet. Ik ben er niet blij mee. Nee. Ja, oké, maar dat is gewoon angst. Ik heb dat nodig. Dat ja, dat gevoel. Denk ik. Maar dat ik ben denk. Er niet blij mee. Ja, maar ja. Het is het een of het ander, hè? Ofwel je flikkert het overboord en gaat ontdekken of die zogenaamde angsten terecht zijn. Of je blijft lekker zitten, een beetje mopperend. Met een kooi eromheen die je de hele tijd mee moet sluipen. Ja, ik heb daar geen zin in. Plus, ik heb gemerkt dat die zogenaamde houvast of die kooi, die beschermt me helemaal niet. Hij belemmert me alleen maar. Het creëert alleen maar moeilijkheden, terwijl het de oplossing suggereert. Dus het suggereert dat ik dan veilig ben? Nee, het houdt me klein en bang. En oneigenlijk en onzeker en zo. Ik was ook zo. Overal die kooi mee naartoe nemen. Want dan ben ik safe. No, you're not. Je loopt overal tegenaan. Je ziet de helft niet. Weet je wel, het is echt een bende. En dan maar denken van, ja, maar zonder die kooi had ik mijn hoofd gestoten. Nee, zonder die kooi was je nergens tegenaan gelopen. Ik zag zo een keer iets van Ricky Gervais. En die was dan een soort reporter. En dan was er een vrouw en die was gevallen. Een hele dikke mevrouw was dat.
En die spijker waar ze dan op viel, die was net zo in het randje vet van haar gevallen. En toen zei ze, ja, dankzij dat ik zo vet ben, ben ik niet echt geraakt. En Ricky die zei, nee idioot, als je niet vet was geweest, had de spijker je gemist. Om aan te geven hoe raar wij denken in mijn perspectief. Maar goed. Toen jij het had over die onderstroom, de basis zijn, toen had ik zo'n gevoel van mag en de dood. En ja, het emotioneert me ook nog wel. En ik merk dat dat voor me, althans voor mij hetzelfde is of zo. Alsof. Ja, vanuit mijn verhaal heb ik steeds een soort verlangen naar dood. Maar ik ben er nog steeds, dus maar goed. En het is veranderd in, nou ja, in wat ik nu eigenlijk zeg. Merk ik, ja, alsof die onderstroom hetzelfde is yes. voor mij. Romana zei ooit, de dood is een andere naam voor wat wij werkelijk zijn. Ja. Ja, ik vond het wel voelt een beetje als thuiskomen of zo. Ik mag eindelijk sterven. Ja. En pas dan kan ik zijn. Ik sta het niet helemaal, maar ik... Eindelijk mag ik sterven en pas dan kan ik zijn. Oh ja. Resurrection, weet je wel. Ja. Ja, fijn. Yes, good. Gisteren... kwam de boodschap heel erg binnen van dat ik naar Ik Ben moet. En dat ben ik gaan doen. Good. En ik kwam er in de buurt en ik ging er weg, in de buurt weg. Sure. En ik zag dat die trekkracht zo sterk was en zo verslavend ook is. En aan de ene kant voelt dus dat zijn zo compleet en fantastisch. En aan de andere kant toen ik... ermee ophield, als het ware. Toen was ik opgelucht, oh, nou kan ik weer even normaal doen. Normaal zijn, ja. Ja. En dat is natuurlijk bizar. Nee, want we moeten eraan wennen. Het systeem is geprogrammeerd om in die andere modus te zitten, niet om werkelijk aanwezig te zijn. Dus... een enige mildheid naar het systeem om het de gelegenheid te geven eraan te wennen of mee vol te lopen, net hoe je het zeggen wil, is wel handig. Ja. Is niet te veel. Het is eigenlijk het gewoon maar blijven doen. Yes. En dan wen je steeds meer, yes. kan je er steeds langer bij blijven. En sterker nog, op een gegeven moment komt er een omkering, dan gaat het liever daar willen zijn dan in de oude normale toestand. Ja. Dus op een gegeven moment gaat het energiesysteem als het ware er gewoon van houden om compleet of om diep te zijn. Ja, want ik heb wel het gevoel, zoals je verhaal begon met die diepte, dat ik denk van, volgens mij begin ik daar toegang toe te krijgen. Yes, dus good. Dat is wel heel gaaf. Yes, zeker. Ja. 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 Okay. Ik heb ook wel eens gehad dat ik vanuit iets sprak naar iemand... En dat het zo eruit rolde. Yes. En dat diegene echt zoiets had van, wauw. Ja. En dat diegene ook zei, wauw, je praat niet met mij mee, maar je zegt gewoon net wat ik nodig heb. Yes. Ja, en dan ga ik denken, oeh, gaaf. Ja, dan en dan gaat het ego ermee. Ja, en de volgende keer ga ik dus expres proberen, oh, nu ga ik iets zeggen wat diegene... En dan ben je er weer uit. Yes. Ja, dat, als je dat voelt, dan raak ik dus in paniek. Dan denk ik, nee, ik was daar. Terug moet ik. Maar dan ga ik het hier, ga ik proberen terug te denken. Terwijl nu denk ik weer naar dat ik ben. En dan, yes, dan uiteraard. Komt weer. Ja. Want die geeft er niet om. Dus nee. Wijsheid is alleen maar mogelijk als jij aan de kant bent. Maar dat ik aan die kant ging, deed ik dan niet expres toen? Nee, natuurlijk niet. Dat is in feite het spontane of het echte niet in de weg zitten. Maar je gaat dus proberen spontaan te zijn. Ja, dat kan dus niet. Nee, dat kan dus niet, nee. En dan, zo leren we dat. Ja, en dan kan je dus beter gewoon een soort wachten tot dat weer spontaan komt. Echt spontaan. Ja, onder andere. En daarnaast dus sociale angstjes doorvoelen en een paar overtuigingen slopen.
Want als die spreekwoordelijke kamer leeg is, dan waait die wind er gewoon doorheen. Ja, maar dat, voor mijn idee kwam dat zo op. Yes, ja, dat kan. En dacht ik, oh, dit is de nieuwe ik of zo. Maar dan ging het weer weg en dan ga ik het kunstmatig proberen vast te houden. Dus iedereen is soms, gewoon omdat de wind goed staat, een kanaal voor echtheid of wijsheid. En je voelt het wel als yes, het zo natuurlijk. Is. En dan is het logisch dat we dat gaan proberen te duiden en gaan proberen te doen wat niet kan. Maar zo leren we dat. En zo leren we dus ook, nee, ik moet me er gewoon niet mee bemoeien. En ik ga er dus naar op zoek en cursussen volgen en hoe ik dan weer daar kom. Ja, en wat dus alleen maar afleidt. Precies, dat is, ja, oké, dank je. Yes, good. Ik kom nog even terug op dat zijn. Ja. Zou je iets over sterven? Dat je eigenlijk eerst moet sterven om te zijn. Ja, om het dramatisch voor te stellen dan. Ja, die bevalt me wel. Tijd in me opkomt is van om dan gewoon totaal geen aandacht meer te geven aan dat ikje. Dat lijkt me een goed plan. Ja. Ben je dat serieus? Of? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus de kern van de teaching van diverse oude figuren was precies dit. Geef daar geen enkele voeding aan. Wees dat. En dat ding dat doet wat het doet. Het gaat vanzelf. We hebben die controleur helemaal niet nodig. Sterker nog, die maakt het alleen maar lastig. Die maakt ons onnatuurlijk, oneigenlijk, onecht, onbetrouwbaar, manipulatief, te manipuleren. Maar probeer totality of zijn of de oceaan maar eens te manipuleren. Dat is onmogelijk. Jij bent bij Alexander gerealiseerd? Nee, ik was daar gewoon een keer. Mensen die ik kende, waarvan ik dat boek van Nisargadatta had gekregen, die gingen altijd naar Alexander. En die zeurden altijd dat ik mee moest, maar ik had geen enkele behoefte. Maar ik ben een keer meegegaan, ik vond het erg amusant. En we hebben zelfs even gesproken. Hij zat eigenlijk iedereen af te zeiken. Wat ik erg amusant vond. En wij hadden gewoon een soort gesprekje. Want hij had wel door dat ik wist wat hij wist. En dat hij wist dat ik wist wat hij wist. En dat er eigenlijk niks te zeggen viel. En daarna ben ik ook nooit meer geweest. Want ja, ik vind verder, vond het een leuk toneelstuk. Maar voor de rest... Ja, toen schreef ik hem nog een keer een brief. Maar er kwam geen antwoord op. Maar er kwam dat hij dood was. Nee, dat wist ik even niet. Nee, van nou, 3 weken voor een brief, dat is er ook lang, maar. Nou, mooi. Volgens mij zijn we klaar. Super tof weer, ondanks alle chaos en commotie. Niek, hartstikke bedankt. Jaap, jongen. Jan. Allemaal. Het gaat je goed en fuck off.